Vorige week zaterdag vond in Heur het jaarlijkse drukkersbal plaats. Voor het eerst werden ook een natuurtocht georganiseerd. Kinjo van de Lataste Show waren te gast en mochten deze middag met de chauffeurs met drieën. Dit is de 8e keer dat ik het organiseer. Maar dit jaar is het ook de eerste keer dat het zo groot is. We hebben er nooit een drukrun bij gehad en dat hebben we dit jaar dus wel. Normaal hebben wij 6 tot 10 vrachtwagens. En dit jaar voor de eerste keer zijn het er 36. Hele organisatie hè, dan vandaag. Ja. We gaan het carrière hier met 36 vrachtwagens. En er zitten niet alleen de chauffeurs in hè? Nee, er zitten de kinderen van de Lataste Show bij. Dat zijn kinderen die wat een klein beetje moeilijkheden hebben. Die kunnen eens een keer een woede-uitbarsting of zo gaat hebben. Nou, daar moesten ze een beetje met om weten te gaan, dus de chauffeurs weten dat ook. Nou, en voor de rest, jij het zich eigenlijk allemaal om in een leuke, gezellige feestdag. Hè? Ja, de drukkersbal, wat is dat? De drukkersbal, dat begint vanavond eigenlijk om 7 uur. Daar kunnen zich de drukkers voor opgeven. En er zijn al aanmeldingen binnen, dus er zijn vrouwelijke drukkers, er zijn mannelijke collega's. En die krijgen dus een bepaalde opdrachten. En door die opdrachten wat die krijgen, daar gewoon vanavond om 11 uur weer door de drukker van het jaar uitgekozen. Nu is dit wel een plek waar eigenlijk in de historie altijd een beetje de drukstop is geweest. Hè? Ja. Is het dat nog steeds? Ja, nee, daarna is het de pannenkoekhuis geworden. En ik moet even kwaal erbij zeggen. Ik wil Els en Gerard Kuipers, de eigenaren hiervan, hartstikke bedanken. Dat we de plaats hebben mogen gebruiken. Want met zo'n hoop wagens was hier ook zuus. Ja, bij de postkoets is het toch weer te klein. Dus ik ben zo blij dat die met hebben gewerkt. Ze hebben mij de sleutel gegeven. We mogen naar de wc en alles. Dus mijn dank naar haar is ontzettend groot. Zonder haar was dit niet mogelijk geweest? Nee, echt niet. Zonder haar was dit niet mogelijk geweest. Sluiterie Bonheur. Daar krijgen we vanavond de sleutel van. Daar kunnen 18 luxe Amerikaanse auto's geparkeerd worden. Dan hebben we de boer er tegenover, Linse boer, ook bedankt. Daar kunnen ook auto's geparkeerd worden. Dus als die ons niet met je geholpen, dan hebben we met een groot probleem gezet. De drukkerun, hoe gaat het hier vandaag? Wie gaat de route lopen? Nou, de route die loopt van hier uit naar de postkoets hier, via het verkeersplein rechtdoor richting Lateraal Kanaal. Van het Lateraal Kanaal uit linksop richting de Geer. Dan door het industrietrein op en dan richting de Tango. Vandaar uit werden de auto's even tegengehouden. En dan gaan ze dan met een paar auto's, met een stuk of 6, en een keer over de Napoleonsweg, weer terug richting hier. Het is de eerste keer dat we dit organiseren. Dus ik heb ook niet een erg lange route kunnen doen. Maar dat gaat volgend jaar verhangen. Volgend jaar werden er ook meer dorpen aangedaan. Zo te zien, de sfeer zit er al goed in. Dat gaat een leuke dag weer. Dat werd een geweldige dag, ja. Heel veel plezier. Dankjewel.